Ik ben Joost, ik ben 24 jaar oud. Ik zit nu in het tweede leerjaar. Ik volg daar een ISM-opleiding en dat houdt eigenlijk in infrastructure en security management in de IT. Het is eigenlijk zo dat vijf locaties van de HAN verdeeld over Nederland zitten en die willen eigenlijk één geheel worden. Het is dus van belang dat gewoon elke leraar in elke locatie gewoon zijn werk kan doen, maar ook dat de locaties met elkaar kunnen communiceren. Ja, daar hebben we eigenlijk een oplossing voor bedacht, dat we echt gewoon één domein creëren en dat alle locaties dus eigenlijk gewoon dezelfde manier van werkwijze krijgen. Je moet er wel voor zorgen dat een leraar in Amsterdam niet bij de cijfers kan van een leerling in Nijmegen. En om dat allemaal goed af te schermen, dat is veel werk. Nou, we zijn dus gaan kijken van wat is echt noodzakelijk, waar moeten we rekening mee houden. Denk bijvoorbeeld aan de AVG-wetgeving en dergelijke, gegevensbescherming. En op die manier hebben we eigenlijk een manier verzonnen om dat toch een goede banen te leiden. En om gewoon één geheel van te kunnen maken. En,